vermogen opbouwen is zoals conditie opbouwen in het gravelen. Alleen door jarenlang consequent je training af te haspelen, zoals ik ook als profrenner heb gedaan, bouw je conditie op, bouw je een stevige fysieke basis waar je voor de rest van je carrière op kan teren en waar je tijdens het gravelen plezier aan beleeft. Ook bij beleggen bouw je dat vermogen op door dag na dag consequent bij te leren en eraan te beginnen. Ik ben zelf begonnen toen ik in Leuven op kot zat eigenlijk, met een paar kleine dingen. En daar zijn er nog altijd aandelen van die ik nog altijd heb. Die zijn blijven lopen. Er zijn erbij waar ik niks niet meer over heb. Dat zijn dan de fouten die je moet maken. Dat is leergeld betalen. Leergeld betaal je ook in het gravelen. Soms ga je een keer op je bek omdat je te hard in een bocht wil gaan of omdat je met te veel druk rijdt. Maar het zijn juist die ervaringen, ook de succeservaringen, want die zijn er, die maken dat je op termijn een vermogen opbouwt. Er zijn verschillende wegen die leiden tot succes en tot vermogensopbouw. Zo is er de beurs, maar ook het Bolero crowdfunding platform waarbij je vermogen leent aan Belgische KMO's.